einde van het forum. We bespreken deze week een kwestie naar aanleiding van een prangende vraag op het forum. Namelijk, is het raar dat ik de hele tijd met mijn neus in de oksel van mijn vriend wil snuffelen? Nou, om te beginnen, er is niks raar. Apart is het wel. Er reageren ook mannen op het forum en die zeggen, ja inderdaad, mijn vriendin doet dat ook. Die snuffelt de hele tijd in mijn oksel. Ik noem maar ook mijn snuffelkonijntje of mijn stofzuigertje. Ook dat is niet raar. Je vriendin noemen naar huishoudelijke apparaten. Ik noem mijn vrouw regelmatig mijn Senseo-apparaatje. Het schijnt zo te zijn dat vrouwen opgewonden raken van de geur van zweet en daarom heel graag met hun neus de hele tijd in de oksel van die man willen. Het schijnt ook zo te zijn, heb ik ook wel eens gehoord, vrouwen zijn rare wezens hoor, dat als je jezelf als man een beetje insmeert, licht met Zwitserproducten, BAM! Dan gaat het helemaal los, serieus. Vrouwen denken meteen aan baby's en hup, daar ga je. Dit schijnt wel ook te houden bij de geur van volgescheten luiers. En als je je reet helemaal vol stout met talpoeder, heb ik van horen zeggen. Hè? Er zijn ook mannen en die zeggen, ik vind het vervelend dat mijn vriendin de hele tijd in mijn oksel snuffelt. Tegen die mannen zou ik willen zeggen, neem een langere vriendin. Tip van de week. Het gaat allemaal om feromonen. Dat is het woord wat jullie moeten onthouden. Feromonen is een wetenschappelijke term. En daarbij gaat het dus om informatieoverdracht vanuit geur naar de hersenen toe. Dus, als je man heel erg ruikt naar zweet, dan is de informatie die wordt overgebracht, hij ruikt heel erg naar zweet. Uit een onderzoek blijkt ook dat vrouwen die de pil slikken, die voelen zich dus qua geur aangetrokken tot de geur van een man die genetisch het dichtst bij hun ligt. Dus haar vader. Als je als man een vrouw wil die aan de pil is, zorg dat je net zo ruikt als hun vader. Old Spice, sigaren, ga ervoor. Tot volgende week.